Hey, yo kijkers van mijn kanaal, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik heet Kevin en vandaag speel ik natuurlijk weer Mindtopia. En binnenkort komt ook een nieuwe serie genaamd Kingdom 1. Als jij houdt van een lekkere, spannende serie, dan is dat echt precies jouw serie, laat ik het zo zeggen. Of hou je van roleplay, hou je van Kingdom, hou je van geschiedenis, hou je van dikke acteerskills, hou je van veel cinematics en zo. Nou, dan ben je daar gewoon aan het goede adres, dan laat ik het zo zeggen. Eigenlijk alles zit wel in de Kingdom roleplay, dus ik zou zeggen, kijk gewoon de eerste video die er aankomen. En nou ja, laat ik zeggen, over een paar weekjes aan zitten komen. Maar goed, in ieder geval, we gaan natuurlijk weer even knallen met Mytopia. Knal even dat likeje, want we gaan natuurlijk vandaag weer inbreken. Hey, wanneer ook niet? Wanneer gaan we niet inbreken? Nee, grapje. We gaan nu dus namelijk gewoon inbreken in het legerbasis in Mytopia. Die is net nieuw, of tenminste, die is net nieuw, een paar weekjes volgens mij. En er zijn al een aantal YouTubers ingebroken in de legerbasis. Maar ik wil het op een originele manier doen. Namelijk vanaf VH-huis zo die kant op en dan zo woep erin. Ik heb een beetje bekeken al waar ik kan ontsnappen. Want ja, straks kom ik er niet uit. Dus dat is ook mooi rot. Maar goed, we gaan dus hier inbreken. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog als je dit vet vindt. En I know, de vorige video heeft niet zoveel views. Tenminste, op dit moment toch niet. En dan gaan we even mooi rondkijken in de legerbasis. Ik heb zelf nog niet gekeken, dus het gaat een spannende... Zeker een spannende video worden. Ik hoop niet dat er... Er zijn heel veel mensen. Maar ik hoop dus stiekem niet dat er... soldaten zijn, laat ik het zo zeggen. Het is niet heel groot. Dus ik moet eens een keer nog naar Area 42. Maar misschien zitten er twee verbanden in tussen Area 42 en dit hier in Mytopia. Ik denk dat dit meer uit de training base is, zo te zien. Je hebt hier parcours. En je hebt hier nog eens een keer parcours. En je hebt hier nog eens een keer parcours. Daar op de hills, die kan je parcouren. Dat is allemaal training. Helikoptertje. Wat is dit? Ik weet het niet. Allemaal hangars, tenten waarschijnlijk om te overnachten. Kantinetje, denk ik. Of zoiets. We hebben hier ook weer parcours. Ook weer parcours, of tenminste, nou schiet waarschijnlijk oefening. Dit is gewoon de oefeningkamp, denk ik. Ook van gewoon alles. Dus dan gaan we hier van mooi kijken. Ik heb er zin in, dus ram even al keihard op die like-knop. Reageer even als jullie meer van dit willen zien. En dan gaan we snel beginnen. Of tenminste, we zijn al begonnen, maar ik moet even kijken. Hoe kan ik er het slimst vanaf? En als ik er vanaf ga, ga ik dan dood? Dood? Ik bedoel niet dood, maar word ik dan gearresteerd? Want waarschijnlijk wel. Ik ben bang dat ik hier naar beneden ga vallen en dat ik er dan niet meer uit kan. Maar ik ga het toch doen voor jullie, jongens. Ik ga het toch doen voor jullie. Of ik word sowieso gesnapt. Maar goed, ik ga het toch voor jullie doen. Hoppatee, en nu kan ik eigenlijk niet meer terug. Oké, we gaan kijken. Wat is hier? Een schietbaan. Nice, nice. Oeh, dit is misschien ook wel een clue trouwens. Dit is Area 42. Dit is waarschijnlijk de kaap. Want het is ook natuurlijk desert en zo. En Area 42 is ook desert. Dus dat zit misschien wel even een verbandje in. We hebben hier... Ja, wat is dit eigenlijk? Even zien hoor. Wat hebben we hier allemaal? Een magazijn? Met dik gekluist. Het mastig magazijn. Er staat nog bordjes aan de voorkant. Misschien dat we kunnen lezen. Hier stond kantine op volgens mij. Kantine, ja precies. En heel veel hoppers. Waarschijnlijk dat mensen hier een eitje kunnen verkopen of zo. Er zijn nog best wel veel mensen online in de kaap. Dus ik moet even oppassen. Oh joh, dat is echt net geüpdate. Dit is de douane in de kaap. Dus dit is een oefening. Waarschijnlijk als hier iemand staat met illegale wapens en zo, kunnen mensen daarop controleren. Dat is op zich wel vet. Oké, we hebben hier nog eens een keer een douane. Nou goed, in ieder geval, dat is ook allemaal niet zo belangrijk. We hebben hier nog een... Ja, wat is dit? Ook een oefentring? Nou, een magische zeesoldaat. Iets met Ammerstands. Er moesten Ammerstands komen. Zie ik wel. Nee, goed, in ieder geval, dit is dus een heel groot gebouw waar mensen kunnen oefenen met pistolen. We hebben hier, even zien, het lekt wel trouwens een beetje hoor, maar binnenkort is de lek allemaal weg. Komt door mijn nieuwe videokaart. Even zien hoor, even zien, kijk, dit is een parcoursbaan, die kunnen we even doen. We kunnen even die parcoursbaan gewoon even afstormen, gewoon zo'n storm parcoursbaan. Dat zouden we even kunnen doen, dat is wel tof toch? Dat is wel tof. Even zien hoor, hier, oké, we gaan proberen hè, ben ik goed in parcours? Nee, dit is allemaal tijd wat ik verkloot gewoon. Jongens, die kan ik echt niet tegen. Want dan zie je net straks dat ik in de gevangenis kom. Omdat ik gewoon tijd heb... Nou, naar de Filistijnen heb gebracht gewoon. Even zien, ik moet deze elite drijven om. Nee. Oh, jongen, al die mensen zien mijn nametags hier buiten. Het is... Ik kan zo gearresteerd worden. Kijk, weet je, en dat wil ik niet om het geweten te hebben. Kom op, please. Oké, ik ben dus nu zeg maar eindelijk bij het laddertje gekomen of dit ding. En waar is het waard geweest om echt de hele tijd, echt een paar minuten dit parcours hebben gemislukt? Is het dit waard geweest? Oh nee, dit is een doolhof. Nee joh, nee, hou op.
vieze Dolhoven. Jemig. Oh, ik ben er eigenlijk al klaar mee. Het is, nou, het was niet echt een Dolhof of zo. Het was echt een hele makkelijke. Of nee, gaat hij hier door? Ah, hij gaat hier door. Zie ik name tags? Nee, nog niet. Hij gaat hier door. Ik dacht al, is hij zo makkelijk? Oh, wacht. Lol. Zit je vast? Joh. Oh, dit is... Oh, kijk. Dit is... Kijk, dit is zo'n oefening van wie is het snelste door het parcours heen, denk ik. Zo. Zo van, hé, wie is het snelste door het Dolhof heen? En dan is hier, gaat iedereen hier naartoe. Marnik is ook online, dus ik moet even uitkijken. Ja, maar nu ben ik de weg kwijt. Ik wist zo net nog wel de weg terug, maar wat is de weg terug? Dit er? Help. Oké, dit is de weg terug. Oh jongens, dit luikje hadden we dicht gedaan. Oh, dan was ik echt een klos geweest. Kijk, dit is een shortcut. Oké, we zijn hier dus nu, zeg maar. Oké, oh nee, nu komen we op de grote baan. Dit is trouwens wel even goed voor je fitheid. Oh nee, shit, ik moest hier op landen natuurlijk. Oké, ik ben er dus zeg maar juist zojuist uitgekomen. Over de tweede muur, of naar de eerste muur, zal ik het zo zeggen. Nu ben ik zeg maar bij dit parcoursje aangekomen. Hoe snel kan ik dit parcoursje maken? Kijk, hier ben ik dus niet zo slecht in, weet je. Oké, ik denk dat ik hier uit kan, want ik moet er echt een beetje beter uit, want het wordt steeds drukker. Oh, lol, ik ben hier, oké. Ik moet eruit. Kan ik hier eruit? Hoe kan ik eruit? Ik moet uit de gevangenis, of uit de gevangenis. Het is geen prison escape. Maar ik moet echt uit de, ja, hoe heet het? De legerbasis, of de trainingbasis. Ja, legerbasis is het eigenlijk ook. Overheen, zo. Oh mijn god, het is toch even lastig, jongen. Jongen, je moet je voorstellen dat je echt gewoon geen parcours kan doen, net als ik. Al is dit zo lastig. Nee. Oh, kan ik... Ja, als ik hier kom, zit ik volgens mij nog steeds vast. Oh, nee. Oh. Nee, wacht. Nee, shit. Shit. Maar goed, dit is dus ook een parcoursruimte. Deze zagen we ook al van die loods daar. We moeten even kijken. Hoe komen we hier nu uit? Want nu zitten we eigenlijk volgens mij best wel vast. Of niet? Ja, zo. Hoe kom ik hier nou dan nu uit? Nee, nu, als ik hier zit, dan ben ik echt vast, volgens mij. Oh, nee, niet. Dan kan ik dit op parcours opnieuw doen, volgens mij. Of niet? Ik weet het niet. Volgens mij kan je het parcours dan opnieuw doen. Daar al. Ik weet het niet zeker trouwens. We gaan het gewoon testen. Volgens mij kan het parcours dan opnieuw doen. Dus dan ga ik gewoon opnieuw. Ga ik het gewoon opnieuw doen. En als het niet zo is, dan ben ik eigenlijk best wel zwaar. De pineu, laat ik het zo zeggen. Het kan. Oké, mooi. Mooi. Nou hebben we dat ook gefixt. Goed, in ieder geval staat hier een hele grote boom. Ja, jullie kunnen zelf op de opnames zien trouwens wat er allemaal is. Er staat ook een insane en random armor stand ineens. Zo. Oké. En dan gaan we het doen. We gaan het doen. Hoppatee. Oké, we zijn hier weer. En dan hoop ik dat we dit keer wel halen en gewoon niet mislukken. Want dat zou best wel zonde zijn trouwens dan, hoor. Dat zou echt best wel zonde zijn. Dan worden we straks aangehouden. Want als we hier te lang zijn, dan worden we misschien aangehouden. Ik weet überhaupt niet dat het dat het al aan het werk is. Ik weet überhaupt niet dat dit eigenlijk al... Ja, wordt dit eigenlijk al gebruikt? Dat weet ik ook niet. Ik neem aan van wel. Maar Area 42, daar zijn de meeste militairen, kan ik beter zeggen. Oeh, even zien. Hier kan ik allemaal niet op. Ik moet echt... Oh, hier mislukte ik. Oké, dit is gelukt. Of hier mislukte ik. Ik weet het niet. Volgens mij hier was het. Oeh, jongen, dat was toch even close. Oké. Oh, nee. Oh, nee. Oké, hier kan ik erop? Nee, niet. Hoe kan ik hierop komen? Zo. En dan... Zo. Zo, misschien. Of... ik snap het even niet. Oké, nou, en dus een hele lange tijd hebben geparcoerd, ben ik eindelijk hier gekomen. En kan ik eindelijk het tweede deel laten zien. Hier heb je een parcours. Parcoursje, kan ik beter zeggen. Wie het snelste waarschijnlijk hier is of zo. Of, ja, geen idee. Ik heb er echt helemaal geen verstand van. Daar hebben we een helikopter, daar gaan we zo meteen naartoe. Om zeg maar via de helikopterpad. Via die helikopter gaan we zeg maar op de bomen. En kunnen we er weer uit, hopelijk. Want anders kan je er niet uit. We hebben hier nog ja, wat offset stukken zeg maar. Ik weet niet waar het voor nodig is. Ik heb geen idee. Maar goed, en meer is er ook niet te laten zien. We gaan hier naartoe trouwens. Oh, lukt dat? Ja, anders waren we best wel fucked. Nou ja, we hebben hier dus een helikopter blijkbaar. Oké, interessant. Er is niet zoveel te kijken in de helikopter. Je hebt alleen maar allemaal spiegels of allemaal witte doekje. Oké, meer is er eigenlijk niet te zien. En ik hoop dat ik er nu uit kan. Oeh, ja, ik ben eruit. Hoppatee. En zo doe je dat. Gewoon even lekker kijken in de legerbasis van Mytopia.
En dan uiteindelijk ook nog ongesnapt eruit komen. Trouwens, je kan nog ook gewoon via deze daken kwam je er ook gewoon in. Maar goed, in ieder geval, ik deed het een beetje op de moeilijke manier. Maar ja, dat was ook wel tof. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet natuurlijk niet te knallen op dit blauwe duimpje. Kunnen er 130 likes halen, dat zou super tof zijn. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan check ik jullie later.